zonder antwoord. Jaag de tijd voort, dood mijn laatste dromen. Een arrogante en verwende prins wordt omgetoverd in een afzichtelijk beest. Pas als hij de liefde ontdekt, wordt de betovering verbroken. Als de prachtige Belle in zijn kasteel terechtkomt, start een romantisch avontuur. Mijn hart niet in staat van haar te houden. Ik heb 10 jaar mezelf gehaat en iedereen gehaat en brullend dat kasteel rondgelopen. Dus nu ineens moet ik die charmante prins terug worden, of dat charmant beest worden, waar Belle dan van zou gaan houden. Dus dat is bijna Mission Impossible maal 3 zo, hè. Het stuk gaat voor mij eigenlijk over de transformerende kracht van de liefde. Voor Belle, zij ziet de wereld anders door iets dat ze zelf niet kan benoemen, dat ze van binnen voelt voor het beest. En ja, bij het beest is het zelfs letterlijk dat hij transformeert naar de mooie prins. Het verhaal van Beauty and the Beast is bij jong en oud bekend van de Disney-film. Maar deze versie is gebaseerd op de oorspronkelijke 18e-eeuwse novelle van Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Dat maakt een verschil in die zin dat die veelgelaagdheid die bij Disney een beetje verloren gaat, dat wij die proberen er terug in te steken. Dat het verhaal enerzijds lichter is, maar anderzijds ook donkerder is. Natuurlijk loopt ook de musical over van het spektakel en de romantiek nog 2 maanden lang in de Antwerpse Stadsschouwburg.